Met een discussie over de economische kracht van de regio Venlo is gistermorgen de aftrap gegeven van de tweedaagse bedrijven Contactdagen Limburg-Noord. Tijdens het openingsprogramma werd tevens de nieuwe stichting Greenport gelanceerd door burgemeester Hubert Bruls van Venlo en voorzitter Nout Jansen van de LLTB. Op dat moment waren de standhouders, circa 150, nog druk bezig met het inrichten van hun ontmoetingsplek. Is het idee van een beurs als verzamelplek van bedrijven niet achterhaald in het tijdperk dat internet heet? Wij Limburg peilden de reacties van een aantal bedrijven. Het belang van deze beurs en van onze aanwezigheid is dat wij onze doelgroep letterlijk de hand kunnen schudden. En dat wij contact hebben met onze doelgroep. En dat we ons toch makkelijk kunnen presenteren in het gebied waar wij ons product aanbieden. Vooral het persoonlijke contact die je met de mensen op kunt doen is van belang. Je kunt zelf naar de stand toe lopen, mensen aanspreken, elkaar in de ogen kijken en daarover in discussie gaan. Nou, wij vinden het als reststoffeninzamelaar en verwerker heel erg belangrijk om tijdens dit evenement, deze beurs, nieuwe contacten op te doen, maar ook om bestaande relaties te ontmoeten. Maar die kun je toch ook via internet bereiken? Dat klopt, die kun je deels via internet bereiken, maar niet alle relaties kijken natuurlijk op internet. En op deze manier bereik je ze toch. Ik denk dat het belang van deze beurs voornamelijk zit in de persoonlijke contacten. Internet is in principe een afstandelijk medium en deze beurzen kun je zowel bestaande klanten als potentiële klanten op een persoonlijke manier nog spreken en benaderen. Ik denk dat daar het grote verschil in zit. Vorig jaar waren er iets meer standhouders tijdens de bedrijvencontactdagen in Venlo. Aanwezigen wijten de lichte daling niet aan de opmars van de sociale netwerken op internet, maar veel meer aan de crisis. Gezellig is het op zo'n beurs altijd. Er wordt voor een hapje en een drankje gezorgd en voor entertainment, zoals gistermorgen tijdens het openingsprogramma. Maar het draait natuurlijk om die ondernemers. Levert zo'n beurs ook wat op, in financiële zin? Wij Limburg vroeg het de ondernemers. Nou, in zoverre levert het wat op dat je natuurlijk tijdens zo'n beurs gigantisch veel contacten opdoet. Contacten waar je normaal gesproken veel langer over doet om die mensen te bereiken. Dus in die zin levert het zeker wat op. Wij meten ons succes met name aan het aantal afspraken dat we naar aanleiding van deze beurs behalen. En verder het uitbreiden van een stukje naamsbekendheid, wat zeer belangrijk is. Wij hebben een aantal jaar geleden een beurs gehad, ook in Venlo. Daar hebben we een grote afnemer aan te danken. Zij kwamen bij ons op de stand en daar hebben we onder het genot van een hapje en drankje met elkaar kennis gemaakt. En na de beurs een afspraak gemaakt. En inmiddels nemen ze al onze merken af. We staan hier dit jaar voor de derde keer. De allereerste keer hadden we heel veel contacten, maar uiteindelijk geen enkele opdracht eruit gehaald. De tweede keer hebben we een iets beter aangepakt en hebben we 8 concrete afspraken uitgehaald, waarvan ook enkele opdrachten concreet zijn doorgegaan. En dit jaar hopen we meer.